De Nederlandse Basketbalbond gaat met ingang van het seizoen 2023-2024 de competities anders inrichten. Dat doen we omdat we de basketbal verder willen versterken en omdat we willen inspringen op de huidige sterke groei in onze sport. Daarnaast geven verenigingen, leden en basketballiefhebbers aan dat de huidige competitieopzet niet meer helemaal overeenkomt met wat hun wensen en behoeften zijn. Samen met de verenigingen hebben we in de afgelopen periode een aantal veranderingen besproken en voorbereid. De eerste grote verandering is de gewijzigde competitieindeling. Voorheen waren er 5 afdelingen waarbinnen de verenigingen hun wedstrijden speelden. Teams kwamen vrijwel nooit buiten deze afdelingsgrenzen voor hun duels en dat zorgde bij verenigingen aan de grens van de regio's regelmatig voor veel reistijd. Met de nieuwe opzet verdwijnen deze grenzen en worden pools geografisch ingedeeld op basis van de inschrijvingen in een bepaalde divisie. Door deze manier van indelen vermindert de reistijd en wordt het ook eenvoudiger om leuke, uitdagende pools te maken. Door deze nieuwe competitieopzet verandert ook de benaming van de afdelingklasse. Vanaf volgend seizoen spelen we enkel nog in divisies, waarbij de Eredivisie het hoogste niveau is, gevolgd door de Eerste Divisie, Tweede Divisie, Derde Divisie enzovoort. Hierbij is er een uitzondering voor de seniorencompetities, waarbij de promotiedivisie nog altijd het tweede niveau van Nederland is. Ook vinden er in het seizoen 2023-2024 wijzigingen plaats in de jeugd-eredivisies bij de mannen. De onder 18-eredivisie wordt opgerekt naar een onder 19-categorie. Om onze grootste talenten onder meer weerstand te laten spelen, krijgen verenigingen uit de huidige Dutch Talent League onder 22 de mogelijkheid om zich in te schrijven in de mannenpromotiedivisie. DTL zal hierdoor niet langer worden gekoppeld aan kwaliteitseisen, maar opengesteld voor alle verenigingen die eraan mee willen doen. De naam van deze competitie wijzigt daarom in de mannen onder 22 Eredivisie. De mannen Eerste Divisie onder 20 en onder 18 blijven gewoon bestaan. Bij de vrouwenjeugd wordt ook in elke leeftijdscategorie een Eredivisie georganiseerd. De hoogste jeugd Eredivisie bij de vrouwen blijft een onder 21 competitie. Naast veranderingen in de indeling en benaming van de competities is ook samen met de verenigingen gekeken welke regels strenger moeten worden of soepeler kunnen. Dat doen we omdat we het basketbal toegankelijker willen maken voor iedereen die aan onze sport wil deelnemen. Voor verenigingen betekent dit dat we in de lagere divisies minder regels opstellen en die dus ook niet meer sanctioneren. Verenigingen krijgen daardoor meer mogelijkheden voor het organiseren van leuk en toegankelijk basketbalaanbod en kunnen meer tijd en energie stoppen in het verder ontwikkelen van de vereniging. Voor de Nederlandse Basketbalbond heeft het ook voordelen. Door minder sheetcontroles te hoeven uitvoeren kan de NBB klantgerichter zijn en meer investeren in de ontwikkeling van basketbalaanbod en kader, omdat de tijd effectiever kan worden ingezet. In de landelijke competities zullen de regels rondom licenties van coaches en aanstellen van scheidsrechters wel grotendeels gelijk blijven aan de huidige situatie. Wat verandert er aan de regelgeving rondom de leveringsplicht van scheidsrechters? Afgelopen jaren is er een pilot geweest om de taak van de leveringsplicht op verenigingsnaam in te vullen. Deze regeling bleek echter niet aan te sluiten bij de verwachtingen van de verenigingen en de NBB. Omdat we wel de mogelijkheid willen blijven bieden dat meerdere scheidsrechters van één vereniging gezamenlijk enkele wedstrijden per jaar fluiten, kunnen verenigingen vanaf volgend seizoen scheidsrechters opgeven voor 30% van de leveringsplicht. Concreet betekent dit dat verenigingen scheidsrechters kunnen leveren voor 6, 12 of in één keer 22 wedstrijden. Aanvullend is afgesproken om de leveringsplicht in minder divisies toe te gaan passen. Dit geldt voor de nieuwe senioren derde divisie en de nieuwe mannen onder 14 eerste divisie. In deze divisies zal niet meer worden gewerkt met onafhankelijke scheidsrechters en een leveringsplicht, maar zal de vereniging zelf 2 scheidsrechters gaan aanstellen. Om de kwaliteit te behouden moet wel minimaal 1 scheidsrechter een BS3 of een E-diploma hebben. In de lagere divisies krijgen verenigingen ook een grotere verantwoordelijkheid en vrijheid om zelf keuzes te maken wie zij als scheidsrechters gaan aanstellen voor een wedstrijd. Voor de nieuwe senioren 5e divisie en lager en de nieuwe jeugd 3e divisie en lager betekent dit dat er geen minimale diploma-eisen meer zijn. Wel blijft de vereiste dat de scheidsrechter lid is van de NBB. Tot slot worden ook de competitie-eisen voor de trainers en coaches aangepast. Verenigingen krijgen meer ruimte om zelf te bepalen welke coach geschikt is voor hun team. Alleen voor de Women's Basketball League, de mannenpromotiedivisie, de mannen onder 19 Eredivisie en de vrouwen onder 21 Eredivisie is nog een BT4-licentie noodzakelijk. Bij jeugdteams die deelnemen in de Eredivisie en Eerste Divisie zijn de meest getalenteerde spelers actief. Daarom is het belangrijk dat bij deze teams een coach voor de groep staat met tenminste een BT3-licentie. Anders dan voorheen is een diploma 2 op deze niveaus niet langer voldoende. Voor de overige jeugddivisies worden de licentie-eisen losgelaten. Wel adviseren we elke coach om tenminste de fastbreak-opleiding te volgen.
Het opleiden van kader is immers een van de basisvoorwaarden van een veilige sportomgeving, evenals het hebben van een vertrouwenscontactpersoon binnen de vereniging, de VOG en de gedragscode voor coaches. Uiteraard gaan we actief in de gaten houden hoe deze versoepeling van de regels uitpakt voor de basketballers en de wedstrijden die ze spelen. Met z'n allen zijn we immers verantwoordelijk voor de kwaliteit binnen onze sport en voor een veilige omgeving waarin sporters, officials, coaches en anderen met plezier kunnen deelnemen. Heb je nog vragen? Neem dan contact op via info@basketbaldll.nl.